Vandaag 4 Motorola G7's, maar welke is de beste? Welkom bij Harte Info TV. Motorola komt met een nieuwe smartphone, de Motorola G7. Of eigenlijk een nieuwe reeks smartphones. Want om maar een beetje in de paassfeer te blijven, 1 ei is geen ei, 2 ei is een half ei en 3 ei is een paasei, zal Motorola hebben gedacht, dat kan nog beter, doe maar meteen 4. Ja, dat is eigenlijk de eerste keer dat ze er meteen 4 hebben. We hebben wel eerder gezien dat er 2 Moto G toestellen waren. Ja. In de vorm van de G5 en de G5 Plus bijvoorbeeld, de G6 en de G6 Plus. Nou, nu hebben ze meteen maar 4 uitgebracht. Ja. Vroeger was het leven na het simpel. Je had de standaard en de plus uitvoering. Die was wat groter en wat duurder. Er zijn nu dus 2 namen bijgekomen. Ja, de Play en de Power. Waarbij de Play eigenlijk het goedkoopste toestel is. En de Power, de naam zegt het al een beetje, die gaat langer mee door zijn grote accu. En dat is inderdaad gewoon een van de grootste frustraties die veel mensen met hun smartphone hebben. Dat het gewoon dat die te snel leeg is. En daar wil Motorola op inspelen. Nou, we gaan dadelijk kijken of die Power zijn naam waarmaakt. We gaan maar eens eventjes de specs nalopen. Laten we misschien maar eens even beginnen met de prijs. Want wat mij in ieder geval opvalt, er zit een grote diversiteit in prijzen. Maar geen van alles echt heel erg duur. Precies, en dat is ook iets wat we wel kennen van de Moto G-serie. Die is al vanaf het begin, vanaf de eerste Moto G-smartphone gericht op een goede prijs-kwaliteit verhouding. Ja, dus we zitten op zo'n €249 voor het standaardmodel gemiddeld. De luxe, 15 meer. En de Play, die kan voor 149, ja, daar kom je toch langzaam in de buurt van het budgetsegment. Ja, dan zit je echt wel in het basissegment. Ja, nou, de specs gaan nalopen qua geheugen. Allemaal niet weinig verschil. 4 gigabyte geheugen op de goedkoopste na die 2 gigabyte heeft. En opslag 64 gigabyte bij de luxere 3 en 32 bij de goedkope. Bij de schermen, daar gaan we iets meer verschil zien. Klopt, ja. De 2 goedkopere modellen die hebben ook echt een wat lagere schermresolutie. Dus dat is echt een ander, een wat minder geavanceerd paneel. Ja. Wat wel weer leuk is dan, dat is misschien van een hele andere orde, is dat alle 4 de toestellen, ook het goedkoopste toestel, die zijn uitgerust met een USB-C aansluiting. Ja. En normaal gesproken zien we bij budget toestellen altijd een verouderde micro-USB aansluiting. Ja. Daar zit je hier dus niet mee. Ja. Terug naar dat scherm. Niet alleen de resolutie, ook de grootte van het scherm verschilt iets. De standaard en de plus en ook de power 6,2 inch, waarbij wel de power een wat lagere resolutie heeft. En alleen die Play, die hebben ze echt nog fysiek wat kleiner gemaakt. Ja, 5,7 inch. We zien wel, alle schermen hebben afgeronde hoeken, een druppelvormige notch. Ja. En zijn dus iets langer dan de traditionele 16:9 scherm. Ja. Dan de SoC's. Motorola werkt daarvoor samen bij Qualcomm en biedt eigenlijk 2 keuzes. Ja, de 3 goedkopere modellen die hebben een Snapdragon 632 aan boord. Bij het duurdere model zien we een Snapdragon 636. En die biedt toch iets meer op basis van de CPU-prestaties. Ze hebben bijvoorbeeld 8 snelle kernen aan boord, waar dat bij de 632 maar om 4 snelle kernen gaat. Ja, nou, wat dat precies betekent zullen we dadelijk in de benchmark zien. Maar die SoC, dat is misschien toch echt wel het belangrijkste punt waar de plus zich van de rest onderscheidt. Dan de camera's. Is natuurlijk anno 2019 super van belang. Ja, en we zien dus ook dat er een aantal toestellen bij zijn die ook een dubbele camera hebben. Zoals de Moto G7 Plus, die heeft, het gaat overigens wel om een dubbele camera die alleen als dieptesensor wordt ingezet. Dus je kunt er geen foto's mee maken. Ja, dat betekent dus wat we tegenwoordig gewend zijn, meerdere camera's met verschillende brandpuntsafstanden. Dus een standaardcamera en een zoomcamera of een standaardcamera en een telecamera. Ja, de duurdere toestellen is dat wel. Hier is het om diepte te meten, dus daar kunnen van die effecten mee. Als je bijvoorbeeld een portretfoto maakt dat de achtergrond wazig wordt. Ja, dat werkt heel aardig, maar het is uiteraard geen vervanging voor een echte camera. Kijk, als je goed kijkt, dan zie je dat het effect niet helemaal perfect is. Ja, dat het softwarematig wordt gemaakt. En je zei al, niet alle toestellen hebben die dubbele camera's. Klopt, alleen de G7 en de G7 Plus, dus de 2 goedkopere toestellen, ja, die moeten het gewoon stellen met 1 camera. Ja, als je een gewone foto maakt en niet van dat soort hippe effectjes wil doen, merken we dan nog enig verschil tussen de camera's? Zeker, ja. Het is wel te zien dat het goedkoopste toestel duidelijk de minst mooie foto's aflevert. En omgekeerd natuurlijk. Ja. Waarbij de Moto G7 Plus eigenlijk hele aardige foto's maakt in het prijssegment ook. Ja. Zeker overdag zijn de foto's heel mooi. Een mooie doortekening, goed detailniveau.
Ja, dus wat dat betreft voor die 250 euro, het is inderdaad een beetje een prijssegment waar op de camera vaak bezuinigd wordt, maar dat hier inderdaad gewoon een goed resultaat. Terug naar die power. Daar was de grote belofte, hij gaat lang mee op zijn accu, dus dat zou moeten betekenen, er zit een grotere accu in. Ja, 5000 mAh, dus nou, dat belooft wat, want de meeste toestellen hebben echt een veel kleinere accu. Ja. Dan zie je dus ook als je kijkt naar de andere drie, ja, die zitten allemaal rond de 3000 mAh. Ja, tenslotte nog even de software. We vinden bij HardInfo de hardware natuurlijk het meest interessant. De software, het is natuurlijk Android 9. En bij mij staat Motorola altijd bekend als niet te veel verklussen aan Android. Precies, en dat hebben ze nu ook weer niet gedaan. Dus ja, je vindt wel een Moto-app waar je enkele extra instellingen in vindt bij deze telefoons. Ja. Maar inderdaad, verder is het vrij stock Android eigenlijk. Maar niet echt stock Android, het is geen Android One. Nee, precies. Op dat vlak zijn ze echt wel ja, zeg maar ingehaald door Android One, zou je kunnen zeggen. Want ja. Ten tijde van de eerste Moto G was Motorola eigenlijk een van de enigen in het basissegment die onverklust Android aanbiedt, zoals jij het zegt. Ja, ja, ja. Maar ja, tegenwoordig heb je dus ook Android One, wat de belofte met zich meebrengt voor snellere updates. Ja. Motorola doet het maar één keer per kwartaal. En ook voor meer versie-updates. Motorola belooft voor deze toestellen één grote update, dus naar Android Q. Ja, en dat doen inderdaad andere fabrikanten ook in het budgetsegment en het mid-range segment inmiddels iets beter. Nou, we gaan snel eens even kijken naar wat benchmarks. Ja, in dit prijssegment bestaan heel veel smartphones. Dus we hebben aardig wat vergelijkingsmateriaal, allemaal in blauwe balkjes. En dan natuurlijk in gekleurde balkjes de nieuwe exemplaren. De Power in het groen, de Standaard in het rood en de Play in het geel. En, ja. En dan vergeet ik nog de Plus in het paars. Ook nog. Ja. En ik heb ook nog even de Motorola One. Dat is een Android One toestel wat ook van Motorola afkomstig is. Ja. Die heb ik in donkergrijs erbij gezet. Ja. Nou, als we beginnen even met Geekbench, synthetische benchmark, voornamelijk CPU-prestaties. Links single-threaded, rechts multithreaded. De verschillen zijn niet bijster groot. Nee, je vindt de hele G7-serie een beetje terug in het middensegment van de middenklasse, zou je kunnen zeggen. Ja. Waarbij natuurlijk de Moto G7 Plus met zijn snellere processor wel iets uitloopt. Ja. Aan de andere kant, de G7 Plus is ook alweer 300 euro. En voor dat bedrag, ja, dan kom je heel dicht bij de Pocophone. En die zie je daar bovenin helemaal ver uitlopen op de concurrentie. Ja, dus, en het, sowieso, het verschil is zeg maar een beetje als je door je wimpers heen kijkt, orde grote 10%. Dat had ik meer verwacht. Dan de grafische prestaties. Meten wij met 3D Mark. Het is een beetje een interessante grafiek. Want sommige toestellen inderdaad in dit mid-range segment springen er helemaal uit. Maar in ieder geval niet deze. Nee, dat klopt. Ja, je ziet toch. Kijk, deze toestellen zijn gewoon uitgerust met een mid-range SoC. Ja. Ja, waar fabrikanten dan besparen is toch vooral de grafische prestaties. En dat zie je hier nou ja, redelijk pijnlijk terug. 1 frame per seconde, dat schiet niet echt op. Ja. Daarentegen ja, weer die Pocophone, dus verkrijgbaar voor slechts iets meer dan de G7 Plus. Ja. Die is gewoon uitgerust met de meest high-end SoC die Qualcomm te bieden heeft. Ja, ja, ja. Dat zie je hier terug. Dan de schermen. Je had het er al over. Er zit in de verschillende toestellen een verschil in schermgrootte, in resolutie, maar vermoedelijk ook in kwaliteit. Ja, je ziet dat twee toestellen die bieden duidelijk de hoogste maximale helderheid. De G7 Power en de G7 Plus. Die andere twee die lopen dus iets achter eigenlijk, kun je wel stellen. Ja, qua kleurechtheid, daar loopt de G7 Play juist weer achter. Ja. En ja, wat natuurlijk het goedkoopste toestel is, dus ook als verwacht. Ja. En als we er een beetje naar kijken, een gemiddelde kleurafwijking van 4 à 5. Het is dus prima, redelijk. Maar het is niks bijzonders. Ja. Nou, dan die accutest en dan het antwoord op de vraag, doet die Power het inderdaad beter dan andere toestellen in dit segment? Nou, je kunt hier zien, het antwoord is natuurlijk ja, want die accu is heel veel groter. Ja. En dat levert hem gewoon een duidelijke voorsprong op in alle accu-benchmarks die we maar hebben. Ja, in de PCMark Work, dat is een benchmark die, ja, daar draai je eigenlijk vol continu echte Android-apps. Meer dan 1000 minuten, dat hebben we in ieder geval, volgens mij hebben we dat überhaupt nog nooit eerder gezien, toch? Ja, dat is echt lang en dat maakt het toestel dus echt heel geschikt als je wil dat je ze heel lang meegaat. En dan bij video bijna 1400 minuten. We maken hier vaak altijd die grap van, nou, of een toestel wel of niet lang genoeg meegaat om een vlucht van Amsterdam naar San Francisco de hele tijd video te kunnen kijken. Met 1400 minuten moet je toch een aardig wegje op eind zijn naar Nieuw-Zeeland, geloof ik. Ja, met deze kun je misschien wel naar San Francisco en weer terugvliegen. Ja. Dan is die
is die nog niet leeg. Ja. Dus wat dat betreft, die power maakt zijn belofte zwaar. Voor de rest, de toestellen ook een beetje gemiddeld. Ja, die G7 en die G7 Plus die zijn wel iets ondergemiddeld. Dat moet je wel zeggen. Nou, en dan nog tenslotte even het opladen. Hoe lang duurde het en hoeveel procent krijg je erbij in 13 minuten? Ja, we waren eigenlijk een beetje bang dat vanwege die grote accu het met die G7 Powers heel lang zou kunnen gaan duren voordat hij weer vol zou zitten. Ja, ja, een basistoestel heeft vaak geen snellaadondersteuning. Ja. Nou, dat blijkt toch wel mee te vallen. Je ziet wel dat de duurdere G7's, ja, die hebben wel snellaadtechnologie aan boord en die... die vind je dus ook hoger in de grafieken terug. Duidelijk. Dit mid-range segment, er zijn heel veel toestellen verkrijgbaar. Er zijn heel veel fabrikanten die hier actief zijn. De grote namen, de Samsungs en de Huawei's hebben natuurlijk betaalbare toestellen. Nokia is hier groot. Nou, we hebben de hele lijst gezien, keuze te over. Blijft het gewoon voor fabrikanten lastig om een niche te vinden waarin ze zich onderscheiden? Nou, laten we misschien even beginnen met die power. Daar is dat echt duidelijk gelukt. Ja, precies. Die biedt gewoon duidelijk de langste accuduur van alle basistoestellen die we maar hebben bekeken. Ja. Dus wat dat betreft, als je daar nou op zoek bent, dat is hem. Ja, en dan de andere drie, ik zou bijna toch willen zeggen, een beetje vlees nog vis. Ja, die weten zich toch wat minder te onderscheiden, waarbij ze ook qua prijs... Ja, ze hebben net te veel concurrentie eigenlijk van andere toestellen. Ja, neem die G7 Plus. Het is een goed toestel op zich, maar ja... ja. Voor 20 euro meer heb je nog een veel sneller apparaat. Ja. En dat met de G7, waar je dus 50 euro goedkoper mee uit bent, daarvoor geldt weer, dat je voor die 50 euro relatief veel opgeeft. Ja, ja, duidelijk. Nou, wil je het allemaal nog eens rustig nalezen en vergelijken met andere toestellen? Uitgebreide review van de Motorola G7's komt eraan. En daarin uiteraard nog veel meer benchmarks en alle specs. Dit was Hart Even TV voor vandaag. Wij zijn er op maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.